Ondernemers die gevestigd zijn op het vijverterrein gaan een schadeclaim indienen bij de gemeente Tiel. We zijn vorige week met 10 ondernemers bijeen geweest om te overleggen wat we gaan doen op de situatie die nu al 10 jaar hier is ontstaan. En daarin hebben we besloten dat er eigenlijk niks anders rest om een planschade in te dienen. Om toch ons een beetje schadeloos te stellen voor datgene wat we de afgelopen 10 jaar hebben meegemaakt. De plannen die hebben we gepresenteerd gekregen in 2005 op het gemeentehuis in de raadzaal. Waarbij uitleg werd gegeven welke plannen de gemeente had met deze wijk. En op basis daarvan hebben wij geïnvesteerd. En ja, helaas, net wat ik zei, er is tot op heden weinig tot helemaal niks van terechtgekomen. En wij hebben het vermoeden dat het in een dermate in passen zit dat wij ook voorlopig of in de toekomst helemaal niets meer dan te verwachten hebben. Als wij alleen al tellen de waardevermindering van onze panden, die door de omgeving waar we nu in zitten is ontstaan, is meer dan reëel. En daarbuiten is ook nog het bestemmingsplan gewijzigd enkele jaren geleden, waarin de milieuclassificatie is aangepast, waardoor wij daaruit ook voor de toekomst met onze ondernemingen schade gaan oplopen.